Dag allemaal, Ronald Giphart, Gala 2003, weer op mijn kanaal. Je vindt de samenvatting, verschillende samenvattingen, op scholieren.com. Gala is een boekenweekgeschenk, een humoristisch en je kunt wel zeggen hilarische novelle over liefde en vreemdgaan. Over de ars moriendi, de kunst om te sterven, dus om de dood. Over een feest dat uit de hand loopt en dit alles begeleid door de 17e eeuwse handorakel en kunst van de voorzichtigheid van Balthasar Gracian uit 1647. Een boek vol korte spreuken, aforismen en dat bijzonder achristelijk is of onchristelijk zo je wil, cynisch van aard vaak, een soort aanwijzingen, een soort didactiek over een goed leven waarin je vooral de domheid en de zotheid zou moeten vermijden, maar slim opereert en slim te werk gaat dus. Die aanwijzingen voor hoe te leven zijn in de 17e eeuw over heel Europa beroemd geworden en werden ook in Nederland wel gebruikt. Bij ons is Jacob Cats, de Zeeuw, de Zeeuwse schrijver Jacob Cats, de volksopvoeder, die heeft verteld hoe je eigenlijk leven moet en je burgerlijke leven moet leiden. En dat was een hele brave schrijver die zeg maar heel conservatief was in zijn opvattingen over hoe te leven. En dat is Gracian helemaal niet. Het is wel een jezuïet geweest, iemand die dus in een christelijke orde is opgevoed en opgeleid, maar hij heeft ook verschillende keren veel kritiek gekregen uit eigen kringen en is zelfs, geloof ik, nog een keer verboden of iets dergelijks. In ieder geval was er iets met hem waar hij straf kreeg vanwege zijn idee. Maar die ideeën die staan in die novelle Gala, ze nu en dan bovenaan de bladzijde of onderaan de bladzijde en die begeleiden het verhaal als het ware. Dat is een extraatje dat de schrijver Giphart wel vaker gebruikt, een ander boek in het boek, een textuele verwijzing dus naar een ander werk. Het is dus een handleiding van die Gracian voor de omgang met mensen. En dat heb je wel nodig in de liefde. Hoe je omgaat met elkaar. Het motto is uit de Faust van Goethe. Ik vat het even samen. Schrijf zoals je een liefdesavontuur aangaat. Met alles erop en eraan. Waarin lust zo vaak overgaat in leed. En we zullen zien dat dat hier in beperkte mate in elkaar overgaat. Want het is er te hilarisch voor om het te serieus te nemen, denk ik. En daar zou je een roman over kunnen schrijven. Ik heb op scholieren.com verschillende samenvattingen gezien en ik mis daarin eigenlijk het punt van de humor. Vandaar dat ik daar een apart deel van heb gemaakt waarmee ik mijn filmpje afsluit. De vorm van de novelle is bijzonder. Het is een brief door de actrice Meija geschreven aan de directeur van het casting en acteursbureau Mijn Mensen. En die liefde is opgebloeid tussen die twee mensen en die is nu al 3 weken dood. En zij richt een brief aan hem. En de hele novelle heeft dus de briefvorm. Meija, de actrice, heeft een relatie met Fraser, die ze aangegaan was omdat Fraser zich nooit meer in een één-op-één relatie wilde storten. Die geen ruimte bood voor anderen. En dat vond ze juist aantrekkelijk en een uitdaging. Nou, dat zet de toon al een beetje voor de liefdesavonturen die we zullen krijgen, waarin overspel heel gewoon is. De relatie tussen Fraser en Meija is een I see you when I see you relatie. Dus we zien wel, als ik bij je ben is het voor eeuwig en ben ik niet bij je, dan ben ik niet bij je. Zo is het nu eenmaal, dan ben ik er niet.
Ze heeft Freese bij een interview ontmoet en al snel hadden ze een relatie. Freese gaat voor het gala voor het 15-jarige bestaan van Mijn Mensen een rockkostuum huren. En daar ontmoeten ze Dennis, de tweede man, of Dennis, een tweede man bij Mijn Mensen, en Rebecca. Dat is een hilarische scène. Rebecca is een heel apart mens die voortdurend de laatste zin die je hebt tegen haar hebt uitgesproken herhaalt. En een beetje een trutje is. Maya is door Mijn Mensen gecontracteerd. En daar is het dat ze na een eerste telefonisch contact, waar de vonk al oversloeg, Pank, de directeur, ontmoet, met wie ze een heftige liefdesrelatie krijgt, waarvan niemand weet behalve haar vader, denkt ze. In een mondain restaurant valt de eerste kus. Volgens het handorakel mag je rustig liegen. En daar heb ik Gracian, hè. Volgens de handorakel mag je rustig liegen en moet je niet alles afkeuren. Nou, dat doen ze dan ook. Ze liegen over de liefde die ze samen hebben en ze keuren niet alles af. Hun eigen gedrag al helemaal niet. Ze zijn het er eigenlijk wel samen over eens dat een open relatie moet kunnen. Alleen de vader van Maya, die in zijn leven ook al vreemd is gegaan, weet over de relatie. Hij is een vertrouwensfiguur van Maya. Korte tijd, maar duurt de relatie, want Pank krijgt een hersentumor waaraan hij in een paar weken tijd overlijdt. Maya is gecast voor de film Mental Midget. Laat dit even tot je doordringen. Dat is op zichzelf wel heel grappig. Mentale Dwerg heet die film. En er speelt ook een dwerg een belangrijke rol in. Die zullen we tegenkomen op het gala. Maar ik moest er wel om lachen. Mental Midget. Een hilarische titel. En ze hoort dat het galafeest voor het jubileum van Mijn Mensen op de nadrukkelijke wens van Pank wel degelijk doorgaat. Dat heeft hij zo gewild, zegt iedereen. Daarvoor hebben we al gehoord dat Freese geen kinderen wil en zich zal laten steriliseren op de dag of voor of van het galafeest, wil ik even af zijn. We maken kennis met verschillende andere personages die in de novelle ook een rol spelen. Nouassa, een Marokkaanse dichteres. Ze noemt zichzelf de allochtoon van de dienst, die dus overal moet, als allochtoonse, moet opduiken in alle talkshows en op allerlei plekken. Dat vond ik ook wel leuk gevonden, omdat dat ook wel een herkenbaar punt is. Dat mensen van allochtoonse afkomst dan gevraagd worden expres om die noot er ook nog even bij te doen. En zij is dus dichteres en de allochtoon van dienst en die moet overal komen opdagen bij evenementen. En Dennis die aast op de baan van Pank en Max Midget, de dwerg, komen we ook tegen. Die roept heel hard op het gala: ik ga je verkrachten en ik ga je vermoorden, tegen Maya. En bedoeld is natuurlijk in de film. Elaine, de vrouw van Pank, maken we kennis mee. En de erfgename van zijn castingbureau, die Elaine. Lolites, een medewerker. En die speelt een rol op het tweede plan, hoewel hij wel in het verhaal aan het eind voorkomt. Omdat het boek met zoveel flashbacks is verteld, vertel ik nu alleen de kern, waarbij de chronologische volgorde niet is zoals in het boek beschreven. En daar moet je het boek zelf even voor lezen of scholieren.com raadplegen. Maya heeft dus een geheime relatie met Pank. Ze ziet het zo, ik citeer: jij was gelukkig getrouwd, Pank, en ik was niet ongelukkig. We voelden ons tot elkaar aangetrokken. We praten, zoenden en we hadden seks. Meer niet. Nou, dat is wel een bepaalde opvatting over de liefde, denk ik, waar je zelf maar een oordeel over moet vellen. Dat je op zo'n
makkelijke manier in een seksuele relatie rolt, terwijl je al een relatie hebt, is wel opvallend. Maar dat is de toon van deze novelle. Dat is waar het hier om gaat. Als er een roadshow voor Mental Midget is, voor de film, in een hotel in Amsterdam, een fondsvervingsbijeenkomst voor uitsluitend tandartsen, dat vond ik ook alweer grappig, gaan Meija en Pank nog voor de afloop ervan met elkaar naar bed in een hotelkamer. En Gracian met zijn handorakel zegt: weten wanneer een vrucht rijp is en de kunst verstaan om die te genieten. Nou, dat gebeurt hier. Hè? Daar zie je hoe het handorakel de gebeurtenissen begeleidt. Want ze zien allebei de vrucht hangen en denken: die plukken we. Met andere woorden, ze hebben seks. Spetterende seks. Seksueel is het zelfs harde poëzie. En ik denk dat het een verwijzing is naar hardcore porno. Want dat staat ook in het boek, dat in de novelle, dat het pornografische manier seks met elkaar hebben. Zij vraagt: doe je dit met alle vrouwen? Hij zegt: dat vragen alle vrouwen. Vond ik ook wel grappig gevonden. Dan komt de avond van het gala. Meija gaat er met Fraser heen, met wie ze net als met Pank een vrijblijvende relatie heeft. Als ze aankomen is het feest in volle gang. Het feest lacht ons toe. En dan voegt Gippard opnieuw iets bijzonders toe, namelijk de stijlfiguren. Hij noemt dat prosopopeia. Het is gewoon personificatie. De stad ontwaakt. Een ding kan niet ontwaken, zoals een mens zijn. Het feest lacht ons toe. Een feest kan niet lachen. En dat heet een personificatie. En hij doet nog in het boek een paar andere stijlfiguren die hij apart weer instopt om te laten zien dat Gippard niet van de straat is, zeg maar. Elaine en Dennis staan klaar om de gasten te ontvangen. De weduwe gaan ze condoleren en Dennis wordt met het jubileum van mijn mensen gefeliciteerd. Elaine weigert Maya de hand te schudden. Go fuck yourself. En toen vond ik het wel heel humoristisch. Dat wordt genoemd een anatomische paradox. Nou, die bestaat niet. Een paradox is een schijnbare tegenstrijdigheid. Dus je kunt jezelf nu eenmaal niet fucken. Dan moet je wel erg lenig zijn als je dat zou willen. Maar dat lukt niet. En vandaar dat je anatomie tekortschiet. En dan is het dus toch een tegenstelling die toch genoemd wordt. Go fuck yourself is een scheldwoord, scheld-uitdrukking, en dan is het anatomische paradox. Ik vond het wel leuk gevonden. Ze weet dus van de relatie die ze met Pank had. Ze weet niet goed wat te antwoorden. Ze vraagt zich af: hoe is Elaine in vredesnaam daarachter gekomen? Want alleen mijn vader wist het toch. Het blijft onduidelijk in het hele verhaal. Maar duidelijk is wel dat iedereen het op een gegeven moment weet. Zonder dat zij weten dat ze het weten. Voor het galafeest geldt vervolgens Gracians handorakel: beter met z'n allen dwaas dan alleen wijs te zijn. Ik heb daar goed over nagedacht. Ik vind, ja, het is eigenlijk wel een heel indrukwekkende uitspraak. Je kunt in je eentje wel heel erg wijs zitten te zijn, maar als iedereen dwaas is, go with the flow. Hè? Doe mee. En zeker op een feest, als iedereen zich daar een beetje dwaas gedraagt, kun je beter meedoen dan aan de kant blijven staan. Stort je erin. Go with the flow. Fraser neemt daarom maar vast zijn eerste alcoholische drankje, hoewel hij met zijn vasectomie niet mag drinken. Hij is gesteriliseerd en ja, dan is slecht voor je geslachtsorgaan als je daar drank bij combineert en je hebt nog pijnstillers op. Dat kan je beter niet doen, maar hij doet het wel en hij wordt stom dronken. Er verschijnt een lilliput, Max Midget, en die schreeuwt heel erg tegen Meija: ik ga jou verkrachten, ik ga je vermoorden. En ze begrijpt het dan eerst niet, maar later begrijpt ze: oh ja, dat is in de film. Op het gala verneemt Meija dat er ruzie is over het verkopen van het castingbureau Mijn Mensen. Panks familie wil dat Panks levenswerk wordt voortgezet, dat er niet wordt verkocht.
Elaine, de vrouw van Punk, wil juist wel verkopen, cashen. En er is dan de derde partij dus die een bod heeft uitgebracht. Iedereen maakt ruzie met iedereen. Nahusha vraagt aan Maya, hoe zat het trouwens tussen jou en Punk? Daar heb je het al, het is bekend, hè? Dus het is waar. Het is echt zo'n... En dan valt er even een stilte. En dan komt er situatie. Nou, als je een woord weglaat of heel lang wacht met een woord, heeft dat een dramatisch effect. Aposiopesis is dat. Plotseling afbreken van een zin mag je ook onthouden. Dat werkt zo. Dat noemt hij dan weer, hè, als extraatje van de stijlfiguur. Elaine gaat op een hoge rode stoel zitten en er is een catwalk. Eerst krijgen we puberporno, in de zin van mooie jonge meisjes van een jaar of 15, die van alles doen. Jan Mulder is er, Jules Deelder is er en er is een succescabaretier en er komt een stripact. Nou, er wordt stevig gedronken natuurlijk, dus het wordt al een behoorlijke chaos. Opvallend is dat het verhaal over het gala dan onderbroken wordt door een Ars Moriendi verhaal. Waarover straks meer. Maar ik ga nou even door met het gala. Elaine neemt het woord en charmeert de zaal. Ze citeert de dichter Rielke zelfs. Er zijn cadeautjes voor iedereen en een lief woordje voor iedereen. Maya denkt terug aan de laatste week met Punk. Ze heeft zelfs gedacht weg te gaan bij Fraser. Maar hij is gelukkig met Elaine en houdt van haar, dus ze denkt dat doe ik dan uiteindelijk toch maar niet. Dan gaan we naar het hoogtepunt van het dieptepunt. Fraser is dronken. Hij roept de zaal in dat het onrechtvaardig is dat Maya niks gekregen heeft, want zij is de enige die geen cadeautje krijgt. En dan zegt Elaine, I thought I told the bitch to go fuck yourself. En Fraser is woedend en hij staat op en hij loopt naar haar toe en zegt, ik kom op voor mijn meisje. Elaine, die vrouw van jou, neukte achter jouw rug om met mijn man. Daarom krijgt ze niks van ons. Nou, Maya wordt hartstikke boos. Van ons, denkt ze. Vrouwen wordt overspel nagedragen en van mannen wordt het geaccepteerd. Maya roept vervolgens woedend, en dat kind dat je nu in je buik draagt, tegen Elaine, is dat soms ook niet verwekt achter Punk's rug om? En dat weet zij van Punk, die haar daarover verteld heeft. En wie blijkt de vader te zijn? Lolites. Nou, dat is natuurlijk ook weer een daveringwekkend schandaal, waar allerlei mensen eerst ontzettend boos worden op Maya en dat eigenlijk gedurende het hele feest blijven. En nu komt dit er ook nog eens bij en het geeft veel gekrakeel en het wordt al een grote chaos. Van Punk heeft ze ook gehoord dat Nahusha een geheime relatie met Dennis heeft. En Dennis zegt tegen zijn vrouw Rebecca, als dat ook gezegd wordt dat het geval is, het is niet waar, maar natuurlijk is het wel waar. Nahusha vloekt al als een bootwerker en ze trekt Fraser bij zijn benen en wil hem ondersteboven halen. De zaal wordt gek. Het wordt een grote zotranie, zegt Gippard. Een zotranie is een middeleeuwse komedie. Dat is ook de bedoeling. Het wordt één grote bende, één grote zotranie. Gooi- en smijtwerk. Fraser wordt kwaad op Maya, maar we hadden toch een I see you when I see you relatie, zegt zij. En dat is ook zo. Maar goed, hij is zo dronken dat hij toch boos blijft. Iedereen kotst Maya op dat feest uit en ze wordt belaagd en nou ja, uiteindelijk gaat ze weg. Iedereen bekvecht en rollenbolt over iedereen heen. En we hebben dus drie vreemdgaanders gehad, Maya, Dennis en Elaine. En dat maakt het wel komisch dat ze elkaar verraden, maar ook dat iedereen het doet met iedereen, zal ik maar zeggen. Dat het bijna algemeen is.
De ladder zat te vrezen, schreeuwt: ik ben aan mijn kloten geopereerd. En laat zijn broek en zijn onderbroek zakken. Op een hilarisch moment natuurlijk, maar wel echt een zotternie. He, dat was in de middeleeuwen zo, die waren bijzonder plat, die zotternieën. Zo plat dat ze in de eeuwen daarna vaak maar onder de pet werden gehouden door schrijvers en lezers en bibliotheken. Meija en Frezes strompelen naar buiten, maar daar is Mental Midget. En die speelt een heel positieve rol. Heeft hij eerst nog zijn vinger opgestoken naar Meija, toen hij zei van ik ga je verkrachten en vermoorden. Nu is hij ineens de reddende engel. Hij begeleidt haar naar buiten en brengt ze naar Meija's vader. De volgende morgen bedenkt Meija dat ze altijd, als ze de keuze zou gehad hebben van een serie mannen, waaronder ook Pank, dat ze toch Frezen zou hebben gekozen. Al heeft ze zich nooit schuldig gevoeld over het feit dat ze zich over de relatie met Pank niet schuldig heeft gevoeld. En Frezen vraagt aan het eind: over wie heb je nu, voor wie, over wie heb je nu die brief geschreven? Vraagt Frezen. En zij zegt dan iets wat eigenlijk niet waar is, maar wat ze nu wel waar wil hebben: over jou, zegt ze. En ze realiseert zich: ik hou heel veel van hem en ik wil met hem verder. Een echte liefdesverklaring aan het slot van een middeleeuws aandoende sotternie, dat is het. Behalve hilarische liefdesavonturen is er in deze novelle ook de rol van de dood. Pank sterft aan een hersentumor en dat zet Meija aan het denken over de Ars Moriendi, de kunst van het sterven. Ze denkt: we hebben één leven en daarna niets meer, nooit. Maar jij, Pank, was je bang of te verdoofd van morfine om angst te voelen? Heb je gezocht naar antwoorden of waren er geen vragen meer? Dat weet zij dus niet, dat kan ze niet weten, want ze heeft geen contact met hem gehad. Meija voelt verdriet om de eenmaligheid van alles. Verdriet over het feit dat mensen doodgaan en dingen voorbij gaan. En hoe de smart van verlies voelt. Meija hoopt dat hij de dood heeft aanvaard. Dat is het enige wat je eigenlijk kan doen als je vroeg overlijdt, is eigenlijk de boodschap. Aanvaarden dat het zo is. Frezer vertelt een verhaal over zijn overleden moeder, die er gekapt en geborsteld met make-up en alles op mooi bij wilde liggen. En hij vond het eerst wat raar, maar later vond hij het toch heel goed. Waarom zou je er heel als een dood vogeltje letterlijk bij willen liggen als je je hele leven je mooi opgemaakt hebt en je haar goed hebt verzorgd? Nou, die Ars Moriendi wordt, vind ik, in deze novelle verder niet zo heel diepgaand uitgewerkt. Blijft wel wat aan de oppervlakte, maar het speelt wel een rol. Het besef dat je sterfelijk wezen bent. Dus zeggen alle leerlingen ook: het gaat over de dood en over de liefde. Nou, daar hebben die leerlingen gewoon gelijk in. Maar liefde zou ik het niet willen noemen. Ik zou zeggen: het gaat over de dood en het overspel. In met name het spel. Hè? Het spel dat tussen de verschillende geliefden plaatsvindt. Nog een enkel woord over de humor. Het is een lichte toon die Gebhard aanslaat. En de humor zit natuurlijk in dat chaotische einde. In dat galafeest dat hilarisch is met die kijvende mensen die elkaars vreemd gaan bekendmaken. En daar zit een beetje de gedachte achter: ah, iedereen doet het. Iedereen doet het met iedereen, maar niemand wil het weten. De zotheid ten top. Wat is er nog meer humoristisch? Is een vraag die je docentje kan stellen. Dat is een hele lastige vraag als er gezegd wordt: wat was er nou humoristisch aan die novelle? Waar moest je nou om lachen? Wat was er dan leuk aan? Ik heb 12 voorbeelden. Nou, daar kan je er wel een paar van onthouden, denk ik. In de eerste plaats de naam van die film. Mental Midget. Dat is natuurlijk ook een toespeling op de
speelfilms die niet altijd van even hoge kwaliteit zijn. En in dit geval gaat het om een dwerg, een mentale dwerg. Nou ja, wat moet je je daar nou bij voorstellen? Hele vreemde titel. En dat is natuurlijk gewoon grappig uitgekozen. Dan Elaine, de vrouw van Bank, die spreekt brouwend Engels, zou ik maar zeggen. Die spreekt Engelsachtig Nederlands. Dat is bijzonder grappig om te lezen als ze in het Nederlands probeert te spreken. Dan ten derde, bij de kennismaking tussen Maya en Fraser is er twee keer een struikelpartij. Dat is heel grappig gedaan. Ik geloof dat Maya valt en Fraser, of dat Maya twee keer valt, dat ben ik even kwijt. Maar in ieder geval, dat struikelen, dat hoort ook in een slapstick film, dus ook in dit boek. Dan Rebecca is een heel grappig figuur, de vrouw van Dennis, die de ander steeds herhaalt. En een poppendokterspraktijkje uitbaat in een van de verbouwde marmottenhollen van de voormalige diergeneeskundige faculteit. Nou, dat is op zichzelf al heel erg grappig. Je ziet die vrouw helemaal voor je. Dennis en Fraser die gelijktijdig een rockkostuum komen huren. En dan is er weer een bijzonder humoristische rol voor Rebecca. De beschrijving van de sterilisatie van Fraser vond ik heel erg grappig. En met name ook de scène waarin Fraser zijn broek laat zakken op het gala, om te laten zien hoe erg gewond hij geraakt is door die vasectomie. Dan de ironische beschrijving van de bediening in restaurants en van de menukaarten. Ik weet niet of je dat opgevallen is, maar moderne restaurants worden volkomen op de hak genomen omdat ze idiote menukaarten hebben met idiote gerechten. En de bediening krijgt ook een flinke veeg uit de pan. Grappig gedaan. De onzin op de menukaarten dus ook. De monoloog van Fraser over het slechte imago van de penis en dat dat moet verbeteren. Dat was ook hilarisch. Ik heb er erg om gelachen. De ontmoeting tussen Fraser en Maya met Dennis en Elaine, wat een anatomische paradox oplevert. Go fuck yourself. Hè? Dus dat hij daarvoor een soort woord bedenkt om die stijlfiguur weer te geven en dat hij dat anatomische paradox noemt. Go fuck yourself. Nou, dat vind ik echt leuk. Dan de ontmoeting met een midget op dat feest. Die roept: ik ga jou verkrachten en vermoorden. Zij begrijpt aanvankelijk helemaal niet wat dat nou weer voor waanzin is, maar dan legt ze heel langzaam het verband met de film. En dan natuurlijk het uitkomen van, het ontdekken van de verschillende overspelactiviteiten van de verschillende personen die overspel hebben gepleegd. Nog een persoonlijk woord aan het eind. Ik denk dat je een paar voorbeelden van die humor uit je hoofd moet leren, want die vraag krijg je vast. En dat je niet de indruk moet wekken op het tentamen dat het, of op in een werkstuk, dat het een bloedserieus werk is. Maar het stelt natuurlijk wel een morele vraag, dit boek, die bij je opkomt als lezer. Kijk ik op dezelfde manier tegen de liefde aan? En is het inderdaad zo dat je maar kan zeggen van, nou, ik hou heel veel van mijn huidige partner, maar ik ga toch maar zo nu en dan vreemd, want we hebben een soort I see you en I see you relatie. En de vraag is of dat de juiste manier is om met elkaar om te gaan. Vooral ook omdat die Gracian heeft die als handorakel gekozen, Gebhard. En die staat bekend als cynicus, dus dit is ook heel cynisch. Het is misschien ook heel realistisch. Hè? In de werkelijkheid komt het gewoon veel voor dat mensen toch vreemd gaan. Volwassen mensen, daar kun je beter soep van koken.
zo nu en dan. Want die denken te weinig na over de vraag van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Wat betekent dat voor de ander? Wat betekent dat voor mij? En hoeveel verdriet doe ik degene aan die thuis zit? Maar misschien ben ik daar te oud voor geworden in de zin van te ouderwets en te conservatief. Dat zou kunnen. Jij mag helemaal op jezelf de morele kant van de zaak met het morele argument eventueel behandelen. Maar dat zou ik zeker aan het slot van de, op het tentamen als slotopmerking noemen wat je daarvan vindt. Misschien vind je het juist wel heel realistisch, juist een eerlijke weergave van de werkelijkheid. Nou, dan noem je dat. Of heb je er moeite mee dat er in de liefde op deze manier over geschreven wordt. Maar dan moet je wel bedenken dat het natuurlijk ook een, ja, een humoristisch stuk is. Dat relativeert het enorm. In ieder geval is dat een punt van aandacht voor de argumentatie als er gevraagd wordt, wat vond je nou eigenlijk van dit boek? Dat was het weer. Ik dank je hartelijk voor het afstemmen op mijn kanaal. Ik vind het wel, als je er wat aan had, vind ik het wel heel fijn als je een duimpje op, like eventjes opdrukt, als je daar even op drukt. Want dan heb ik een fijn gevoel over dat wat ik aan het doen ben is goed. Daar leren leerlingen wat van. Daar gaat het allemaal om. Ik wens je verder een fijne dag. En tot het volgende boek.